In onze derde oefening uit de reeks gaan we het volgende doen. We gaan een bestand koffie.jpg openen. We gaan de kleur vervangen en we gaan ook wat tekst toevoegen. En als ik dat bestand open, dan ga je zien, koffie.jpg, dat dit een bruine afbeelding is met een koffietas. Nu, in de opgave zie je dat die kleur moet omgezet worden naar een groene kleur en dat het woord koffie gaat toegevoegd moeten worden. Nu, alles staat uitgelegd in de cursus hoe je dat doet, maar ik ga het je natuurlijk laten zien. Je doet dat via het aanpassen van de niveaus. Dus ik ga er eens naar kijken. Dit is de afbeelding. Wat kies ik van boven? Aanpassen en dan niet automatisch niveau bepalen, maar je kiest hier om zelf de niveaus te gaan regelen. Nu, het vervelende aan dit kader is dat het recht boven onze afbeelding staat. Dat is geen enkel probleem. We hebben docs die we kunnen aanpassen. Dus je kan dat aan de zijkant of naar de zijkant schuiven. Je kan dat trouwens met iedere doc doen. Nu, je ziet hier dat het histogram redelijk goed verdeeld is. Nu, wat doe ik altijd voordat ik een afbeelding ga aanpassen? Ik druk altijd op het herstellen knopje. Dan zal hij zich terug op de standaard instellen. Als je bij een vorige foto reeds wat aanpassingen gedaan hebt, worden deze automatisch toegevoegd aan de nieuwe. Dus je drukt altijd best op herstellen, zodat die standaard naar het standaardniveau terugkeert. Dus altijd naar het standaardniveau terugkeert. Wat ga ik nu doen? Van mijn rode, groene en blauwe kleur. Ik ga van de groene kleur afblijven, dus het groene kanaal ga ik uitschakelen. Dat wil zeggen, ik ga nu met de andere kleuren wel spelen. En wat kan ik hier doen? De middelste tonen kunnen we eigenlijk verlagen. En je gaat zien, hoe meer dat ik in het groen bereik kom, hoe groener dat mijn afbeelding wordt. Dus ik weet dat ik rond de 2 hier eigenlijk altijd wel een groen effect creëer. Dus van mijn groene kleur ben ik afgebleven en ik heb mijn andere kleuren verlaagd, zodat groen eigenlijk de bovenhand krijgt. Je ziet dat hier. Deze mengeling geeft je bruin. Hierbij komt groen, krijgt groen de bovenhand en daarom krijg je een groene weergave. Ik druk op OK. Je weet natuurlijk dat als je een tekst moet gaan toevoegen, en de tekst was koffie met een uitroepteken, je weet als ik die ga toevoegen, ga ik altijd eerst een nieuwe laag creëren. Deze kan ik ook aanpassen, die laag, en daar maak ik tekst van. OK. Tekst had ongeveer een gele kleur. Ik zal het iets meer naar het oranje zetten. Ik druk op de T van tekst, dan kan ik hier aan de bovenkant mijn lettertype kiezen. Je ziet er heel wat lettertypes geïnstalleerd staan. We kiezen er een mooi lettertype uit, Brandish. Ik vergroot de puntgrootte tot 20. Ik ga er ook voor zorgen dat hij vet uitgelijnd staat of een vet karakteristiek krijgt. Ik zal hier al eens het woord koffie typen. Met een uitroepteken bij. Je ziet dat ik het ook nog altijd kan gaan verplaatsen. Je ziet hier ook linker. Of linkeruitleiding, rechteruitleiding of centreren. Je kan dat ook gebruiken als je natuurlijk in het midden van een tekening wil uitkomen. Dus je ziet dat mijn tekst in de transparante laag staat. Mijn woordje koffie staat in de transparante laag. Mijn achtergrond is natuurlijk nog steeds die groene koffietas. Dus zolang dat je tekst in een aparte laag staat, kan je die ook gaan verplaatsen. Nu, wat doe ik in mijn opgave nog? Hier een beetje lager, bewaar deze foto in het JPEG-formaat aan 85% kwaliteit. Nu, er staat als opmerking bij dat JPEG-foto's niet overweg kunnen met meerdere lagen, maar dat had ik hier reeds verteld. Dus we gaan dat eens eventjes testen. Als ik koffie nu ga bewaren, bestand opslaan als, zal hem in het mapje met de oplossingen zetten. Ik noem het koffie, maar ik ga er een JPEG-bestand van maken. Ik druk op opslaan. Hij zegt hier, standaard is de kwaliteit ingesteld op 95. We maken er even 85 van. Je ziet dat de kwaliteit een beetje achteruit gaat. Maar wordt een heel klein bestand. We drukken op OK. En hij geeft ons natuurlijk de melding, wil je de lagen gaan samenvoegen? Want je weet ondertussen, als je werkt met een JPG of JPEG bestand, dan kan je niet met verschillende lagen werken. Dus ik ga de lagen samenvoegen. Natuurlijk, vanaf nu opgelet, nu kan je niet meer aan het woord koffie. Het woord koffie is als het ware toegevoegd aan de laag, aan de achtergrondlaag. En ze zijn nu samen versmolten. Goed, dit was de derde oefening uit de reeks. Op naar de volgende.